Oké, we gaan King's Mask spelen, een nieuw spel van Play and Go. Ik heb hem helemaal nog niet gespeeld. Dus ik ben benieuwd. Nou, je moet drie van die piramidetjes krijgen om de bonus te krijgen. Op zich ziet het er wel grappig uit. Van, ja, wat die bonus dan verder doet, dat durf ik niet te zeggen. Maar hopelijk gaan we dat zo zien. We beginnen op €2. Of ja, nee, ik zal niet meteen overdrijven. Ik doe 1,60. Misschien zelfs wel €1 dadelijk als hij... afhankelijk of hij het wel of niet leuk gaat doen. Oké, twee scatters is dus twee keer de inzet. En die Sphinx... dat is een multiplier. Beetje Egyptisch muziekje op de achtergrond. Ik hou er op zich altijd wel van. Verder is die vrij standaard, dus wat is het? De teamboer, vrouw, koning, aas. Als basissymbolen, die zijn niet heel veel waard. En dan heb je wat plaatjes. En dan gaan we heel even kijken. 5 scatters is €160. Wat is dat? Als ik hem op een euro zet, oh, is €100. 5 van die multipliers is €500. En die Scarab, kom maar, zo heet zo'n ding toch? 5 keer is 37,50. Dat is 37 keer je inzet. Oké. Dus je kan max 500 keer je inzet winnen. Als je die multipliers hebt. Dan win je waarschijnlijk iets meer omdat je dan door die multipliers, dat staan ook wilds. Oh, dat push had er boven moeten. Nou, het is dus een spel van Playing Go. Ja, toch wel een vrij populaire game provider. En dat heeft er meer mee te maken dat natuurlijk... de spellen er altijd heel goed uitzien qua design en dergelijke. Ze spelen ook altijd makkelijk weg, ook qua inzetten. En ja, zo gewoon overzichtelijk. Kom op, bonusje. Was me nog niet gegund. Toch de inzet iets mogen doen, 1,60. En wat ik aan het vertellen, oh ja, dan Play and Go natuurlijk, bekend van het allerbeste spel alle tijden, Reactoons. Dat is nog steeds een van mijn vrienden, dat mag toch wel een oud spelletje zijn, maar daar kan geen enkel ander spel tegenop. Die speel ik bijna elke goksessie wel. Dus als je een spel moet gaan spelen, dan zou ik kiezen voor Reactoons. En waarschijnlijk als je die voor de eerste keer gaat spelen, snap je er geen klap van. Maar als je daar de features eenmaal van kent, dan is je gewoon ontzettend gaaf. En het voordeel bij dat spel is, je kan enigszins inschatten wanneer je een bonus kan krijgen. En wanneer je een dikke bonus kan krijgen. Dat zorgt er gewoon voor dat de spanning enorm oploopt. En dat mis je bij veel basisspellen, zoals ja, dit is toch wel een vrij klassiek opgezet spel. Dan mis je toch een beetje die spanning af en toe. En vooral als hij er geen zin in heeft, dan loop je toch een beetje als een maloot te draaien en denk je van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Maar op zich, ja, hij ziet er best leuk uit. Het enige nadeel wel vind ik van Play and Go spellen is dat... ondanks het feit dat ze een aantal kaskrakers op de markt hebben gebracht, zijn veel van de nieuwe releases, zoals deze, toch wel, ja, ik wil niet zeggen kopie van andere spellen, maar ze gebruiken een beetje dezelfde gaming template. En gooien daar simpelweg een ander thema omheen. Maar voor de rest ziet het er eigenlijk hetzelfde uit. Dus ja, nu zijn het toevallig piramides om de bonus te krijgen. Volgende keer zijn het mummies en dan weet ik veel, is het een kangaroo. Dus ja, dan op een gegeven moment de originaliteit springt er dan ook weer niet meer vanaf. Op zich snap ik het, hè, want zo'n gaming template kost veel geld om te maken. En als je eenmaal een succesvol template hebt,
is natuurlijk verleidelijk om daar een kopie van te maken en dan net in een wat andere vorm te gieten. Alleen je merkt gewoon in de praktijk dat dat toch niet helemaal, helemaal werkt. En als je het dan doet, doe het dan zo dat, dat je er wat extra features aan toevoegt, zodat ja, een eventuele tweede variant of een kopieversie ervan, een clone of hoe je het ook wil noemen, dat die toch net wat meer kan brengen als zijn voorganger. En ja, ik weet niet, dat merk daar gewoon bij Play & Go dat ja, dat ze in dat opzicht vaak teleurstellen. Desalniettemin speel ik de spellen van Play & Go heel graag. En dat heeft er meer mee te maken, omdat ze dus vrij makkelijk wegspelen en je er vaak ook best leuke prijzen mee kan winnen als je eenmaal wat geluk hebt en de juiste combinaties weet te hitten. Ik speel tot 3:30 en dan zoals jullie inmiddels gewend zijn, dan stop ik ermee en dan speel ik in een later stadium wel verder. Om nog proberen om de bonus te pakken en die er achteraan te kunnen plaatsen. Nou, ik kan het 2 keer draaien. 1. 2. Dus ja, op zich, eerste indruk. Ziet er grappig uit. Egyptische thema's, die doen het altijd wel goed natuurlijk. Zeker geen slecht spelletje. Maar het is geen echte topper. Gewoon een middenmotor. Laten we daarop houden. En ja, dan zien we later misschien dat ik nog van vandaag verander als ik eenmaal de bonus heb gehad. Maar ja, dat hoor je dan wel als het zover is. Yo. Ja, bonus. Nog nooit gehad deze. 15 vriendenspins maal 3. Of 10 vriendenspins maal 5. Of 5 vriendenspins maal 10. Ik ben altijd gelijk om. Maar ik wil hem gewoon even zien. Dus we doen de linker. Anders is hij te snel voorbij. Oké, okay, dus je moet die Sphinx hebben. Oh, die moet. Een spin. 6. Oeh! Ja, geen goede combi, hè? Dat is jammer. Maar maal 2, maal 2, maal 2. Wel de laagst mogelijke. Gaat hij dan ook zo'n respin doen? Voor mij niet, denk ik niet. Nee, je moet geen prijs hebben. Dan doet hij zo'n draai erbij. Dat is nog een redelijke. Dat is geen slechte bonus. Testientjes. Geen prijs. Op geen prijs en dan zo'n respin. Ja, dat maakt niet heel veel uit. Maar we blijven net zo lang doen totdat het prijs is. Rebonus knop. Oh. Dat was het. Ah, top 80 euro. Dat is geen fantastisch leuke bonus, ondanks dat ik 80 euro bon. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Ja, hoe zeg je dat? Het werd niet echt spannend of zo. Natuurlijk, als je veel van die swingsdingen hebt, dan zal het waarschijnlijk fantastisch zijn. Oké, het inzet iets groter. Maar ik hou ervan als je zeg maar, bijvoorbeeld als je een paar symbolen hebt en dat je naar je scherm kijkt, dat die rollen langzamer gaan draaien en dat je dan denkt van oeh, nou maak ik kans op een dikke. Dat gevoel had ik niet echt helemaal. Ik ga hem bij de 400 uittikken denk ik. Laat ik het verstandig doen. Kom op.
dan blijf ik zeg bij de 400 uit. Ik blijf ik altijd boven de 400. Dat moet je nooit zeggen. Oh, dan pakt hij meteen weer af. Twee keer draaien. Laatste keer. Nou, we hebben in ieder geval de bonus bij deze ook gezien. Ja, hij zal vast heel dik kunnen geven als hij 5 van die swings dingen geeft. Dan had ik op zich nog een goede combinatie, alleen met het laagste symbool. Alsnog een leuke box. Ja, wat vinden we ervan? Het is geen onaardig spelletje. Niet een spel dat ik heel vaak zou gaan spelen. Ja, nu ik de bonus eigenlijk een keer heb gehad. Ik wil niet zeggen dat ik hem nou al gezien heb. Maar ik weet niet, hij doet me niet heel veel. Maar, en ja, de spanning ontbreekt een beetje. Maar ja, het is geen slecht spel of zo. Dus ik houd. Ja, als ik een score aan zou moeten hangen, zou ik hem 3 sterren geven. Dat lijkt me reëel. Yo.